Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken ontmoette in Nederland zijn collega Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ze bespraken verdere samenwerking op het gebied van klimaat, infrastructuur en klimaatadaptatie, met focus op nieuwe technologieën en kustbescherming. Nur Mohammed benadrukte het belang van investeringen in moderne infrastructuur voor de groei van de olie- en gasindustrie. De delegatie bezocht ook een zandmotor van Rijkwaterstaat, een techniek die kan bijdragen aan de bescherming van de Surinaamse kust. Tijdens de 16e Conference of Defense Ministers of the Americas, CDMA, in Argentinië, benadrukte minister Krishna Mathura dat klimaatverandering niet met wapens kan worden aangepakt, maar met natuurgericht defensiebeleid. Ze pleitte voor internationale samenwerking en steun aan ontwikkelingslanden. Mathura benadrukte ook het belang van vrouwen in besluitvorming, vooral in conflicten waar ze vaak het zwaarst worden getroffen, en onderstreepte de genderinclusie binnen de Surinaamse defensieorganisatie. Het Surinaam Standaardenbureau SBB organiseerde een paneldiscussie over klimaatverandering, water en AI ter ere van Wereldstandaardendag 2024. Directeur Tanwir Hassan Khan benadrukte het belang van standaarden voor innovatie en klimaatadaptatie. Minister Marciano Dassai onderstreepte Surinames kwetsbaarheid door klimaatverandering en het belang van een nationaal adaptatieplan.